Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat er veel werk aan de winkel is voor wat betreft het draaiende houden van het onderwijs. Kort voor aanvang van de wekelijkse ministerraad gisteren zei Levens dat de voorbereidingen voor de komende examenperiode goed lopen. Ja, we zijn ready voor de examens. De examens worden voorbereid op dit moment. Het is wel zo dat we gaan testen wat de kinderen wel weten. We gaan niet testen wat ze niet weten. We gaan ook niet testen wat we niet hebben behandeld. Dus dat maakt het een beetje moeilijker voor ons dit jaar. Maar dat is nou eenmaal ons werk. Om na te gaan van hoe zorgen we dat de kinderen het niveau blijven hebben. En dat de examens op niveau blijven. Het enige wat we wel hebben gedaan is omdat die periode zo kort is na elkaar. Vroeger had je bijvoorbeeld na elke repetitie had je 6 weken of na elke SO had je 6 of 8 weken voordat de volgende kwam. Vanwege de verschillende keren dat we hebben moeten stoppen, zijn die periodes korter geworden. Levens zegt verder dat er in het geval waarbij de periodes zijn ingekort, er maar 1 repetitie per dag zal worden gemaakt. Deze kinderen hebben iets meer ruimte om te studeren. Levens gaat ook in op de kwestie waarbij de leiding van de scholengemeenschap Kwata in opspraak kwam. Ik draai het grootste bedrijf van Suriname, hè? Ik heb bijna 20.000 werknemers. En als je zo'n grote groep hebt, ken je ze niet allemaal. Je kent ze niet tot in detail, toch? Je hebt zo'n 20.000 mensen werken en zo'n 150.000 studenten. En als je met zo'n grote fabriek werkt, zo'n grote groep, zal je overal constant kleine brandjes moeten blussen. Maar ik hoef het niet alleen. De directeuren hebben ervoor gezorgd dat ze met alle mensen van die school hebben gesproken. Zowel met de directie als de leerkrachten als de studenten. En ik vertrouw de directeuren dat ze dat blijven doen. En als het niet goed is opgelost, dan komen ze terug. Levens stelt dat het de bedoeling is dat er onderling begrip en wederzijds respect moet zijn tussen studenten en docenten op onderwijsinstellingen. Er is met de docenten van de scholengemeenschap Kwata gesproken en tot nu toe zijn er geen andere klachten gekomen over de kwestie.